Hebben jullie er gehoord bij de NPO Radio? Die mevrouw, een antropoloog, een Jitske Kramer. En die hadden ze dus uitgenodigd om eventjes de Caroline af te zeiken. Ja, en dat gaat op zo'n ingewikkelde manier. Want ja, zij komt dan met een verklaring de Caroline, die speelde, zeg maar, het imago van een gewone, een normale Nederlander. Dat speelde ze, ja. En daarbij zei ze dat helemaal niet onschuldig was ook, dat ze dat deed. En ja, nou pak ik even weer de telefoon erbij, want ja, dan moet ik even voorlezen wat ze precies zei. Want ik bedoel, hou je vast, want jullie hebben het waarschijnlijk niet gehoord. Maar dit geloof je niet. Zoveel onzin uit de antropoloog. Ja, let op, hè. Die zegt dan, omdat zij dat speelt, hè. Zeg maar, de gewone, normale Nederlander. En dan, dat geeft dan tweedeling, zegt ze. En dan zegt ze, ja, want dat gewone wordt het gelinkt aan ongewone Nederlanders. En we zitten nu in een immigratiedebat. En hoe wij nu omgaan met ongewone Nederlanders. En dat vind ik zorgelijk. Nou, hey, die is knettergek. Ja, deze Jitske Kramer. Dus die beweert dus gewoon dat zij, de Caroline, die speelt, zeg maar, de gewone Nederlander. En daarmee maakt ze dan de asielzoeker, de ongewone Nederlander, die maakt ze daarmee zwart. Ja, door te benadrukken hoe normaal zij is. Nou, het is werkelijk... De waanzin ten top, vrienden, wat we hier meemaken. Ja, en alsof de Caroline is gewoon de Caroline, mevrouw de antropoloog. Ja, die is gewoon zoals ze is. En hoezo zou die bezig zijn met het benadrukken van de ongewone Nederlander? Nee, het enige wat de Caroline wil benadrukken, als ze... het al zou willen benadrukken, dat is dat, zeg maar, de gevestigde orde iets normaler en iets gewoner kan doen. Hé, mevrouw de antropoloog, heb je daar wel eens over nagedacht?